Hoi, ik heb net heel hard geshopt in Rotterdam bij het Alexandrum. Ik ben bij de Primark geweest en heb ik echt heel veel dingen gekocht. En ik wil het gewoon aan jullie laten zien. Om te beginnen heb ik dit shirt gekocht, of dit blouseje. Leuk groen. Ik vond het ook een heel leuk kleurtje hebben. En ja, ik vind hem gewoon erg leuk. Hij kostte maar 10 euro. Dan heb ik deze pyjama gekocht. Of nachtjapon eigenlijk heet dat zo. Met een schaapje. Vind ik echt heel schattig. En ik hou ook van de pyjama's van de Primark. Of Primark, ik weet niet. Maar gewoon lekker stofje en maar 5 euro. En ja, ik heb er al één. En ja, ik vind deze gewoon heel erg leuk. Dan heb ik een shirtje gekocht wat ik eigenlijk niet eens zo heel erg leuk vind. Maar het was maar 3 euro en ik dacht, ja, ik kan er misschien in slapen of zo. Dus deze staat er eigenlijk op. Ik weet het niet. Deze was 3 euro. Dan heb ik een spijkerbroek gekocht. Deze. Voor 11 euro. Dus dat is wel lekker goedkoop voor een spijkerbroek. Ja. Ik vind hem ook heel erg leuk. Heb ik schoenen gekocht bij de Primark. Deze. Met een sleehak. Deze waren 18 euro. En ik zat heel erg te twijfelen of ik het wel of niet zou doen. Want ja, ik weet het niet. Ik weet het niet, maar ik heb ze toch wel gekocht. En ik ben er ook wel blij mee, want ze zitten ook wel lekker. En ja, ik draag eigenlijk helaas nog niet echt hakken. Dus daarom wou ik gewoon beginnen met de sleehak. Heb ik sokken gekocht. Dat kan je natuurlijk niet vergeten bij Primark. 3 paar met bijtjes. Oh. Met bijtjes. Vind ik, ja, gewoon heel schattig. En met hondjes. Ook 3 paar. Ik dacht eerst dat het katten waren. Maar mijn moeder zei dat het in één keer hondjes waren. Ik dacht, oh ja, dom. Deze waren 2 euro. Deze waren ook 2 euro. Dan heb ik een portemonnee gekocht. Ik vond hem eigenlijk eerst niet zo heel erg leuk. Maar ja, hij is wel heel erg girly. Met de roze en wit. En hij is ook heel groot. Ja, hij was 2 euro. En ik dacht, ja, ik laat hem niet liggen. Maar ja. Ik weet eigenlijk niet waarom ik deze heb gekocht. Maar ach ja, ik kan hem wel gewoon gebruiken. Ik vind hem wel heel leuk, dat wel. Daar heb ik een tas gekocht. Deze. Zoiets wou ik altijd al hebben. Maar ik vond ze meestal een beetje te duur en zo. En deze was maar, was het 13 euro. Dus gewoon meegenomen. En ja, ik vind hem echt heel erg tof. Sowieso. Ik heb haarknipjes gekocht. Gewoon naturel zwart. Voor 1,50. En oorbellen, ook voor 1,50. Met lange sterretjes. En hartjes. Alleen vind ik hartjes niet zo leuk. Vind ik een beetje nep of zo. Maar die sterretjes vind ik wel echt cool. Deze waren 1,50. Ja, ik heb ook ondergoed gekocht. Ik zit heel erg te twijfelen of ik het wel of niet zou laten zien. Want misschien is het een beetje raar. Maar iedereen heeft ondergoed nodig, dus ik doe het gewoon. Oh. Oké. Om te beginnen, dit setje. Ik moest heel erg aan kerst denken. Want ja, ik weet niet, het ziet er zo koud uit. Met hartjes en met van die vlokjes, weet je wel. Ja, deze dus. Deze was ook maar 5 euro. Ik dacht, ja, gewoon meenemen. Ik heb ook niet gepast of zo, maar dat maakt niet uit. En dan deze onderbroek. Met Modi. Een koetje. En allemaal kleine koetjes op de achterkant.
Vind ik gewoon heel schattig. En deze met een aapje. Monkey. Met de achterkant allemaal sterretjes. En ze hebben allemaal van die heerlijke knoopjes aan de voorkant. Dat vind ik ook zo, ja, zo lief. En een strikje bijvoorbeeld. Deze heeft een strikje. Dit is een Halloween onderbroek. En ik dacht, het is bijna Halloween. Dus ik neem hem gewoon mee. En er staan poesjes op. Vleermuizen, sterretjes, maantjes. Vond, ja, ook wel schattig. Ook maar 1,50 of 2 euro. Deze 2 euro, die andere 1,50. En deze onderbroek vind ik eigenlijk het leukste. Met hartjes. En deze strikje. En een knoopje in het midden. En ja. Het is gewoon cool. En, oh ja, ik had ook nog een ketting. Een soort van Aladdin eigenlijk. Met een, weet je zo'n ding? Zo'n theekan of zo, ja. Die had 3 euro en ik zag hem hangen. En ja, die ging gelijk in mijn mandje natuurlijk. Ik vind hem echt zo, ja. Gewoon zo leuk. Zo schattig. Ja. Oh ja, en ja. Dat had ik allemaal bij de Primark gekocht. Volgens mij heb ik alles wel laten zien. Van de Primark. En daarna ging ik nog even naar de Coolcat. Want daar, ja, vind ik meestal ook wel een leuke winkel. En ja, meestal heb je er ook niet echt leuke dingen. Maar ik zag wat leuks hangen. Alleen, ja, mijn moeder vindt het altijd heel vreselijk. Dus ik, ja, ik wist niet of ik het nou wel of niet moest kopen. Omdat mijn moeder dat zeg maar niet leuk vindt. Want ze haat bloemen op kleren. En ik vind bloemetjes juist heel erg leuk. En ja, dus nu heb ik deze gekocht. Als ik hem wel goed kan pakken. Bij de Coolcat. Ik vind hem echt heel cool. Dit vind ik echt een van de leukste dingen die ik heb gekocht eigenlijk. Maar mijn moeder vindt hem echt vreselijk of zo. Of nou ja, ze moet hem eerst bij mij aanzien. Dan kan ze pas echt oordelen, vind ik. Maar ja, ik vind hem gewoon heel erg leuk. Met bloemetjes en zo. En deze is ook maar 10 euro bij de Coolcat. En als laatste ging ik naar de Sting. En daar, ik had nog topjes nodig. Maar ik heb altijd al gewoon van die random topjes. En ja, gewoon zwart, wit, grijs, weet je wel. En nu wil ik gewoon een keer een ander kleurtje. En toen had ik deze. Een groen-blauwachtig kleurtje. Lichtblauw. En ja. Ik vind gewoon. Het was maar 5 euro. Dus ik dacht, ja. Ach ja. Ik had toch heel veel geld mee. En dat heb ik dus allemaal gekocht. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. En dat ik het niet al te lang heb gemaakt. En ja. Bedankt voor het kijken. En tot snel. Trouwens, ik was nog aan de kapper geweest vorige week. En nou is mijn haar maar tot hier. Hier 6 centimeter van af. Oh. Nou, zeg maar wat jullie ervan vinden. Het zal wel goed zijn, toch? Zo heel erg vind ik het niet. Maar ja, ik vind het wel veel 6. En ja, het ziet er ook zo kort uit. En mijn pony is weer bijgeklipt. Kijk. Zo. Dus ik vind het trouwens heel erg goed dat ik helemaal geen make-up heb gekocht of zo. Want ik koop eigenlijk altijd make-up als ik ga winkelen. Nu toevallig even niet. Cool.